waarom zit hier een gevangenis? Hier staan ook allemaal meloenen, allemaal spinnenwebben. Maar waarom heeft Oenemeloen hier een gevangenis? Ik snap helemaal... Ah! Hallo, waar ben ik? Ik zit in een gevangenis. En dit is de gevangenis van Oenemeloen 1, 2, 3. Zijn hele kelder ligt letterlijk vol meloenen. En hierboven is het huis van Oenemeloen 1, 2, 3. Ik weet alleen niet waar die zelf is. Het klinkt best wel rustig. Ik heb niks gehoord vandaag nog. Maar wat ik wel weet, is dat ik uit deze gevangenis moet zien te ontsnappen. Ik heb alleen geen tools waarmee dat me ooit gaat lukken. Ik denk dat we dit letterlijk met een vuistje moeten doen. Auw, dat doet pijn, die harde stenen. Oké, we moeten er op een manier uitkomen, Alex. Kom op. Ik zie er tenminste al dirt. Dat kunnen we wel makkelijker hakken. Klik op de abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk gratis. Er is zoveel wat we moeten doen vandaag. Ik wil zo snel mogelijk terug naar mijn huis. Ik moet meneer Kippie nog eten geven. En ik moet dit stomme blok met steen nog hakken. Oké, daar zijn we eindelijk uit. Oké. Waar, oh waar, is het gras? Hallo? Ik zie de lucht. Het is nog wel donker. Oké, hoe gaan we hier ooit wegkomen? Dit is dus het huis van Oenemeloen. Ik zie hem niet in zijn huis. Dus dat is een goed teken. Oké, er zit er nog een zombie. Oké, laten we doen alsof we die niet gezien hebben. Oké, Oenemeloen mag ons niet doorhebben. Ik moet snel terug gaan naar mijn... Oh nee, creepers. Als die ontploffen, dan heeft hij het sowieso door. Oké, wegwezen. Hier naar boven. Snel naar huis. Oh nee. Zombie! Waarom is het ook nacht? En dan sla ik jou met een stuk vlees. Dat moet ik niet doen. Zo, ik had ook een zwaard. Daar is mijn huis. Oh nee, staan er nou letterlijk creepers op mijn dak? Die moet ik eraf zien te krijgen. Als staat er namelijk een creeper op mijn dak, betekent dat ik niet kan slapen en dat het dus voor eeuwig nacht zal blijven. Het zijn er drie! Oké, hoe ga ik dit oplossen, meneer? Kom maar naar mij toe, denk ik. Ik wil niet dat je explodeert! Oké. Weg jij. Oké, rustig aan. Ik kan dit. Let's go! Oké, de eerste creeper is dood. Nu moeten we die andere twee creepers nog van mijn dak af weten te krijgen. Oh, daar staan er zoveel meer. Oké, weet je wat? Ik ga wel naar binnen. Slaap lekker. Ik kan niet slapen. Meneer Kippie, het komt allemaal goed, oké? Ik heb zoveel meer beveiliging nodig. Sowieso heb ik toortjes op mijn dak nodig van mijn huis. Dat is één ding wat zeker is. En ik heb misschien ook iets van de hekken nodig om mijn huis heen. Zodat er nooit iemand hier kan inbreken. Zoals een stomme Oenemeloen. Oh, creeper! Het is tijd om van mijn dak af te gaan. Inderdaad, dat dacht ik. Oh, jongen, weet je wat ik ga doen? Ik ga ze hier het water in lokken. Kom maar mee, water. Bam. Ga daar maar ontploffen. Volgende. Goed zo. Bam. Hou niet mijn tuinset. Oh, nee. Hij heeft hem gesloopt. Dit moet ik snel maken. Oké, dit moet een stukje omhoog. Oh, stomme creeper. Alle bloempjes liggen hier nu ook helemaal verpest. Het was zo mooi hier. Deze planten we hier maar gewoon lekker overal terug. Zo. En, oh, dat was niet de bedoeling. Waar is mijn schild? Hallo, schild! Ik ben mijn schild kwijt. Oh, meen je dat nou? Dat ook nog? Ik raak alles kwijt wat ik hier hak. Oké, daar krijg ik wel een item voor. Dat is zo apart. Maar nu is het wel tijd om lekker te slapen. Slaap lekker. Goedemorgen, wereld. Het is tijd om voor meneer Kippie wat te eten te pakken. En dat heb ik hier gelukkig al. Oh, jij had vast en zeker superveel honger, meneer Kippie. En over meneer Kippie gesproken, koop snel je meneer Kippie shirts op www.alexkleinshop.com. Deze doen we weer terug. En dan is het tijd om wat dingetjes te maken. Ik heb namelijk wat hout nodig hier zo. Wat ik wil doen is, ik wil namelijk een pickaxe of een axe maken. Die kan ik namelijk super goed gebruiken om wat bomen mee te hakken. Want al hak je bomen, kan je daarmee weer kool maken. En met kool kan je vervolgens weer torches maken. Wel moet ik ervoor zorgen dat ik ook wat bomen terug... Wel moet ik ervoor zorgen dat ik ook wat bomen terugplant, natuurlijk. Oh, die stomme verdomde creepers! Het is ook altijd hetzelfde liedje met die creepers. Oh, en nu moet ik dit weer gaan maken op deze manier. En nu zal hier voor altijd een gat in de grond zitten. En dat vind ik helemaal niet leuk. Plant er gewoon wat bloemetjes boven, want die stonden hier al. Alsof er niks aan de hand is. Kan ik er ook nog een boompje bij planten als ik een sapling krijg? Hallo? Ja, daar heb ik een sapling. Die komt daar en eentje komt daar. Perfect, opgelost. En trouwens, over kool gesproken, er ligt hier gewoon kool. Dus we kunnen ook gewoon een pickaxe pakken, daarmee het kool maken. Voilà, een diamond pickaxe. Die had ik nog lekker liggen. En dan kunnen we daarmee dit kool eventjes weghakken hier zo. Perfect! En die gaat ook met me mee. Oké, daar staan geen creepers. Gelukkig maar. Hoe kom ik uit deze cave? Oké, dat dacht ik. En bloemetje terug. Dan maken we met de sticks en het kool een paar torches. En dan moet ik even op mijn dak zien te komen. Oké. Daar een torch, daar een
torch. Op deze manier gaan hier vast en zeker nooit meer creepers spannen. Dat hoop ik tenminste. Laten we er ook eentje in het midden plaatsen. Perfect! Moeten we dit eventjes mooi weghalen. En dan is het misschien ook handig om een soort van fortuin te maken waar oenemeloen of andere monsters sowieso nooit kunnen komen. En in dat opzicht komt het ook goed uit dat we net hout hebben gehakt. Daarmee kunnen we namelijk superveel sticks maken. Dan maken we daar een fensje mee en met de rest van het hout gaan we gewoon heel veel hekken maken. De opening wil ik zo meteen hier zo hebben. En dan gaan we nu beginnen met alles helemaal afbaken hier zo. Dit stuk wil ik helemaal ongedeerd tot mezelf hebben. Dus misschien hebben we wat extra dirt nodig, zodat we het een klein beetje kunnen ophogen. En dan wordt het een soort van beschermde voortuin, zodat ook zombies niet in de buurt kunnen komen bij bijvoorbeeld een meneer Kippie of bij mijn mooie terrasje waar ik wel eens wil zitten. Zo, en dan doen we dit mooi daar zo. En dan moet het hek hier doorgaan tot daar. En dan kan ik dit hier ook weer zo meteen mooi afsluiten. Alleen kom ik dan net nog een paar dingetjes tekort. Ik ga deze boom hiervoor even weghalen. Ik ben er namelijk een beetje bang mee dat ik dan niet te veel ga zien hier zo. Dus als er dan monsters komen, dan zie ik ze niet eens aankomen. Alleen is dit zo'n mega boom die echt ontzettend lastig weg te hakken is. Dus wat ik ga doen is ik klim hier gewoon helemaal naar boven in de boom. En dan kan ik vanuit binnenuit alle takken weghakken. Ik denk dat dat wel een slim ideetje is. En ik denk dat ik daar ook zoveel hout van ga krijgen dat ik daarmee gewoon alle overige hekken kan maken. Er zit hier nog een hele grote tak. En die gaat dan natuurlijk helemaal door naar boven. Want dat is gewoon de boomstronk. Die nog weg. En dan denk ik dat we zowel alle takken hebben. Volgens mij zie ik er ook een appel. Dat is super lekker. Oké, dan moeten we deze boomstronk ook nog even omhakken. En natuurlijk de boomstronk waar we net op stonden. En dan is het hier mooi open. Kunnen we hier nog wat extra bloemetjes erbij zetten. Oh nee, er mist nog. Er staat nog één stomme tak. Oké, die is weg. Dat was alles. Perfect. Dan gaan we de saplings gebruiken om ergens anders weer een nieuwe boom neer te zetten. Dus hier zie ik al een saplingetje liggen. En daar ook. Nou, dan hebben we twee bomen. En die twee bomen kunnen mooi daar en daar. Perfect. Op dit hout ga ik dan wat meer plankjes maken. En daarmee kunnen we weer wat meer hekken maken. En die hekken kunnen we dan weer heel mooi hier neerzetten. En misschien is het ook wel handig, al maken we het achterste hek met wat hoger. Want ik vertrouw het hier niet helemaal, oké? Met die berg erachter en alles. Ik word er gewoon een beetje bang van. Dus dan doen we die daar, daar, daar en daar. En we kunnen gelijk deze kant ook meenemen. Ik denk dat we daar wel net genoeg hekken voor hebben. Waar we dan natuurlijk ook voor moeten zorgen is dat de achtertuin zelf gewoon genoeg verlichting heeft. Anders komen er hier namelijk ook superveel zombies. Willen we natuurlijk niet hebben. Dus wat ik ga doen is ik ga hier een lampje plaatsen. Dan plaats ik hier een lampje. Dan 1, 2 ertussen daar. 1, 2 ertussen daar. 1, 2, 3, 4 daar ertussen. Maar dat moet wel lukken denk ik. Of ik doe hem zo. Daar 1, daar 1. Die weg. En die weg. Perfect. Dat ziet er mooi uit. Dan zet ik daar en daar nog een lampje erop. Dit ziet er zo leuk uit als achtertuin. Vinden jullie niet? Ik vind van wel. Misschien dat we nog wat meer bloempjes kunnen plaatsen. Hier en daar. Dan heb ik nog een oranje en nog een roze daar en daar. En nog een rode. Die doen we daar. Perfect! En nu kunnen we meneer Kippie ook gewoon wat meer rond laten lopen. Omdat hij hier natuurlijk niet zomaar weg kan lopen nu. Kom maar meneer Kippie, je mag de tuin verkennen. Goed zo! Oh, niet het huis ingaan. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei!